President Chandrika Prasad Santokhi is de eer te beurt gevallen om het eerste exemplaar van het boekwerk 100 jaar Transvaal in ontvangst te nemen. De Surinaamse voetbalclub herdacht in januari dit jaar het feit dat zij een eeuw geleden werd opgericht. Enkele van de hoogtepunten opgenomen in het boekwerk zijn de drie CONCACAF kampioenschappen van de club. Transvaal-voorzitter Anand Ferai legt in gesprek met de communicatiedienst Suriname het volgende uit. Goedemiddag. Het is inderdaad dat gebeurt dat de president de eerste exemplaar van ons heeft ontvangen. Het is een geweldige eer voor Transvaal dat wij de eerste exemplaar aan de president hebben overhandigd. Omdat vandaag eigenlijk de start zijn is gegeven naar andere organisaties om de boeken van op 100 jaar Transvaal boeken te verdelen. En we vonden het geweldig. De president in zo'n moeilijke tijd, zo'n drukke tijd, ons toch de gelegenheid heeft gegeven om bij hem langs te komen. En we appliceren dat. Ja. Het is een eerste exemplaar, zei u. Wat is er allemaal vervat in dit boek? Kijk, 100 jaar Transvaal, u weet wat we eigenlijk gedaan hebben, zijn alle hoogtepunten van de afgelopen 100 jaar hebben we daar vastgelegd. En dat hebben we dan aan de president gegeven. Het voorbeeld is bijvoorbeeld dat Transvaal 3 keer CONCACAF kampioen is geworden. Dat Santos naar Suriname was geweest om met Transvaal te spelen. En dat was de 1000ste wedstrijd van Pelé. Dat in Suriname is gespeeld in 1973. Dat Transvaal in de afgelopen jaren de meest talenten voetballers heeft geleverd. In het buitenland en ook in Suriname. We hebben ook in Suriname nog steeds een Ifeanyi Konfalis die voor Suriname, voor de nationale selectie speelt, die voor Transvaal speelt en hij is in Tsjechoslowakije. Dus zie daar de ontwikkeling van Transvaal van verleden tot heden. Dus we hebben een ongoing proces, we hebben een sterker team en de president vertelt wat we allemaal gedaan hebben en wat we van plan zijn om verder te doen met Transvaal. Zijn er toch wel afspraken gemaakt met de president? Ja, er zijn afspraken gemaakt. Vooral in, we zitten met een pandemie. Dat is de COVID-pandemie. En zoals jullie ook weten, er is maar 30% voetballers die geënt zijn, gevaccineerd zijn. En de rest willen niet. Ze twijfelen, ze weigeren. En we vragen oplossing. Van de regeringskant, wat gaan we doen? En zodoende heeft de president ons beloofd dat een managementteam is gekomen uit het buitenland. En die gaat ons helpen als het nodig is om dit project voor te trekken. Om die mensen te stimuleren om toch hun vaccin te nemen. Ja. Zijn er nog andere zaken, belangrijke zaken die in verband met het 100-jarig bestaan ondernomen zullen worden? Ja, het allerbelangrijkste is dat we, wat is de toekomst van Transvaal? En dat is het allerbelangrijkste wat wij vandaag ook voorgelegd hebben aan de president. Wat we zijn van plan om te doen. Eén, we hebben voorgelegd dat Stripi Stadion in handen van Transvaal is. We hebben een contract gemaakt met de overheid tot 2035. Er zijn miljoenen dollar daarin geïnvesteerd. Het is goedgekeurd door SVB dat je thuis wedstrijden daar mag spelen. En dat we ook nu van plan, we zijn nu al gestart met nog een voetbalveld, dat is op Geersvlei, dat is eigendom van Transvaal. Dat is compleet voor de jeugd van Suriname, voor de jeugd. En daarin willen we veel gaan investeren. Onze CEO is meneer Dilip Sarju en hij staat paal overeind om die ondersteuning aan ons te geven, aan onze organisatie, om het jeugd van Suriname zodanig te boosten dat datgene wat we in de afgelopen 100 jaar hebben gezien, willen we terugzien. Vroeger ging men voetballen voor een sinaasappel, een koude sinaasappel. Maar dat zien we niet meer. Transvaal is de eerste vereniging in Suriname die ready is voor profvoetbal. We zijn ready voor profvoetbal en we willen profvoetbal in Suriname hebben. En we hebben de president ook gevraagd om ons daarmee te helpen.